Een hele goede morgen. Heel hartelijk welkom bij deze zevende en alweer laatste dag van onze online manifestatie Cultuur in Actie. Om het belang van kunst en cultuur in Nederland onder de aandacht te brengen. Nog meer onder de aandacht te brengen. En natuurlijk ook de financiën die daar absoluut noodzakelijk voor zijn. We zijn niet onopgemerkt gebleven, dat is heel goed. Maar vandaag gaan we gewoon nog met heel veel mensen in gesprek om die boodschap nog extra kracht bij te zetten. Goedemorgen, eerste gasten van deze... Oh, ik zal nog even zeggen dat mijn naam Toos Karagas is en dat ik de komende 4 uur jullie gastvrouw mag zijn. Voor mij ook allemaal voor het eerst, dus ik vind het hartstikke leuk, super spannend. Leuk dat ik de dag met jullie aftrap. Hartstikke leuk. Max van Rijs en Philippine Corporaal. Ja, klopt. Goedemorgen. Jullie zitten op het conservatorium in Rotterdam. Ja, klopt. Eventjes over dat hele kunst- en cultuurverhaal. Het imago van kunst en cultuur in Nederland de afgelopen jaren, nou, laten we zeggen, een beetje gedraaid. Als jij op een feestje zegt, Philippine, ik zit op het conservatorium, wat krijg je dan voor reacties? De meeste feestjes waar ik naartoe ga, zijn natuurlijk feestjes van het conservatorium. Dus dan denken ze, leuk, herkenbaar. Je gaat naar een feestje van je oud-tante. Maar zeker bij familiefeesten of bij oudere mensen merk ik dat ik vaak de dingen krijg van, wat dapper. Wat goed van je dat je dat durft te kiezen. Het blijft toch iets waarvan mensen denken van, oh ja, dat is wel een risico. Hè? En ja. Heb je ook een plan B? En nee, dit is het. Dus... Want risico, als in, kan je je eigen boek ophouden, ga je precies, daar weer geld mee verdienen? Ja, kan je brood verdienen over een paar jaar. Ja. Ja, en heb je daar vertrouwen in? Zeker, ja. Dat moet wel, anders dan ga je denk ik niet ver schoppen als je er meteen al vertrouwen niet in hebt. Ja. En hoe zie jij dat voor je? Wat heb jij voor idee van jouw toekomst? Ik hoop heel erg als uitvoerend artiest te werk te kunnen gaan en ook als songwriter voor andere artiesten. Want welke studierichting doe je? Ik studeer zang. Zang. Op de pop department. Cool. Ja. Dus ik hoop heel erg om de komende jaar echt mijn prioriteit te leggen bij mijn eigen werk uitbrengen. En met mijn band heel veel op te treden, waar ook mijn gitarist bij is. En het lijkt me uiteindelijk ook superleuk om heel veel voor andere artiesten te schrijven. En vooral het schrijfproces vind ik, dat kan vet, ik de rest van mijn leven blijven doen. Vet. Ja. Max, hoe is jullie dagelijks leven veranderd de afgelopen maanden? Nou, heel erg veel. We zitten natuurlijk inderdaad, zoals Filipino zei, op het conservatorium. Maar dat bestaat voornamelijk uit praktijklessen. Ja. Dus met een band in een lokaal en werken aan hoe je met elkaar speelt. En dat kan niet meer. Dus dat want is... jullie mogen helemaal niet meer naar school, ook nu niet. Er is niet anderhalve meter. School is echt al helemaal dicht. De repetitieruimtes zijn, dus je kan als band ook niet echt meer repeteren. Of misschien als je een eigen repetitieruimte hebt, maar dat wordt natuurlijk nog afgeraden. Voor de rest, we krijgen lessen via Skype. Ja, klopt. Dat is een beetje hoe het eruit ziet. En gelukkig, als ik voor mezelf mag spreken, mag ik weer aan huisles geven. Maar dat is ook wel echt al een paar leerlingen verloren, omdat dat je niet kan lesgeven, zeg maar. Ja. Hey, jullie zijn de nieuwe generatie. Waarom is cultuur zo belangrijk? Wat voegt dat toe aan een samenleving? Ik denk dat het heel belangrijk is omdat... Ik denk dat mensen niet bewust zijn hoeveel sfeer wordt gevormd door muziek in het alledaagse leven. Maar ook als je naar televisie kijkt. Muziek heeft zo'n grote impact op de sfeer, op de mood en op hoe je iets overbrengt. En ik denk dat... Het belangrijk is dat mensen de waarde daarvan inschatten. Ja. Max? Ik denk dat in bijna alle media, zowel social media als bijvoorbeeld radio, tv, weet je, er zitten zoveel mensen die achter de schermen daar iets met cultuur hebben gedaan of iets gestudeerd hebben of in ieder geval heel creatief zijn. En ik denk dat de mensen in het dagelijks leven niet echt bewust zijn dat die mensen daar gewoon ook vanuit passie zijn. En ik denk dat de wereld er heel anders zou uitzien als dat er niet... zou zijn of dat als dat als dat de weg zou vallen, dat we heel veel missen. Ja, en dat mensen dat gewoon niet doorhebben. Nee, ik ben het helemaal met je eens. Het is niet tastbaar, dus we denken al snel dat het is niet een brood dat je opeet. Nee. Maar het is wel iets wat je lichaam en je hart nodig heeft. Is dat ook waarom jullie hier vandaag zijn om je stem uit te brengen? Ja, zeker. Ja, daar willen we wel voor staan. Ja. Ja, en hoeveel stemmen hebben jullie meegenomen? Hoeveel mogen we jullie tellen? Voor 6 mensen. Met onze hele band bestaat uit 6 mensen. Dus, We hebben de vraag ook echt maar een beetje snel door hier binnen gekomen. Maar... In principe staan we natuurlijk voor het hele conservatorium. Ja. Maar, ik zeg hoe meer hoe beter. Precies. Oh, voor de band hoor ik. Doe maar voor de band. We houden het, we houden het bij de band. Jullie gaan voor ons optreden. Ja, klopt. Tof begin van de dag. Wat gaan jullie voor ons spelen? We gaan onze eerste debuutsingle Gone spelen. Die is in april uitgebracht.
Dus daar gaan we nu een live versie van doen. Ja. Ja. Oh, maar je is helemaal hoopvol. Je dacht, dit is mijn debuutsingle. Nou ga ik optreden. Nu ga ik de mensen laten horen. En net uitgebracht. En nu zit je thuis. Maar serieus, heb je daar tranen over gelaten? Nou, geen tranen, maar wel getwijfeld of ik hem nog zou uitbrengen. Want ongeveer 2 weken voordat ik hem zou uitbrengen, had die release al heel lang staan. Toen kwam corona. Toen heb ik wel getwijfeld van, moet ik wachten? Maar niemand wist natuurlijk hoe lang het zou duren. Dus uiteindelijk ben ik wel blij dat ik het gewoon heb uitgebracht. Maar het is wel een gekke tijd. Ja, het gaat heel anders dan dat het normaal zou gaan. Dus, oh man, ik hoop zo dat je enorm succesvol wordt, dat je ooit gaat zeggen, toen mijn eerste singeltje, toen was het... Hey, jullie mogen je handtekening gaan zetten. Yes. En dan gaan wij genieten van jullie optreden. Yes. Dankjewel. We zitten er 6 bij op de teller. Max. Filipijn, wat is dat ding al hartstikke vol. Het zou heel leuk zijn trouwens, als je thuis zit mee te kijken, als je even een reactie achterlaat. Zien wij enig, heel veel mensen hebben dat al gedaan. Laten we eens even kijken. Mark zegt, cultuur in al zijn diversiteit is onmisbaar voor de balans in een voornamelijk op commercie, geld en macht gerichte samenleving. Zo Mark, heb je het mooi samengevat. Ik ben het helemaal met je eens. Herma kan niet wachten om weer naar het theater te gaan, maar er moet er nog wel iemand over zijn om daar op te treden. Klopt. Nou, deze mensen willen in ieder geval heel graag voor ons allemaal weer optreden in theater straks en op poppodia en nu hier. Max en Filipijn. Dank jullie wel.